Het mag dan al niet zo goed gaan bij Racing Genk, toch vergeten de spelers hun rol als ambassadeur van het profvoetballer zijn niet. Afgelopen week trokken Dirk Chimanga en beloftevolle prof Sandy Walsh naar de Dreamstage in Molwezel. Meer dan 100 voetballers en sters waren er aan de slag om een week als prof hun droomstage te beleven. Met de komst van deze twee profs van Racing Genk kon hun droomweek alvast niet meer stuk. Maar dat is leuk, foto's trekken en handtekeningen uitdelen. Ja, trainers en zo op de foto. Ja, dat was wel leuk. Dan kreeg je handtekeningen en dan mocht je mij op de foto. Ik heb dat nog wel eens gehad met Jelle Vossen. Dus dat was wel leuk om dat nog eens te doen. Ja, dat is wel plezant, omdat niet veel mensen gaan die van zo dichtbij ontmoeten. En dat is wel grappig om die dan zo eens van dichtbij te zien. Chimanga die kwam hier aan en we waren aan het trainen en hij is naar binnen gegaan. Ze hebben een paar vragen gesteld. Dan hebben wij een paar vragen mogen stellen. Dan zijn we allemaal op de foto gemogen met Chimanga en met Was. En dan ja, handtekeningen uitgedeeld. Ik vond het ook wel leuk. Het was mijn eerste keer dat ik Chimanga heb ontmoet. En ja, ik vond dat wel tof dat ik daarmee op de foto mocht. Nee, want Chimanga kende ik, maar die andere kerel kende ik eigenlijk niet. En ik ben niet echt een fan van Genk dus. Dat die hier kwamen en... Dat die allemaal handtekeningen uitdelen en op de foto gaan. En die kwamen voor allemaal dingen die ze hebben, waar dat ze hebben gevoetbald. Wel leuk en wel cool. Van alles. En daarmee vervulde Chimanga en Sandy Walsh de droom van vele spelers. Ja, het is, ik had het niet zo verwacht, zo heel veel jongens en meisjes. En het is natuurlijk mooi om te doen. En het is maar, we zijn hier pas een anderhalf uurtje en je ziet al hoe blij ze zijn. En daar doen we het voor. Hè. Het is fijn om te zien. Natuurlijk, dat is vooral heel... Ik ben zelf blij dat ik dat heb mogen doen voor die kleintjes. En die alleen hun dag leuker gemaakt. Ik denk die stage volledig compleet gemaakt eigenlijk. En zo geschiedde en hadden beide partijen een geweldige dag in Molwezel. Voor zij die nog willen weten hoe een profdag er als voetballer uitzien, laten we graag Chimanga nog even aan het woord. Een profleven, ja, eigenlijk veel werken, veel trainen en vooral ook rust nemen. Niet buiten voetbal, eigenlijk vooral veel rust. Niet geen domme dingen doen eigenlijk. Want je lichaam heeft zelf eigenlijk heel veel recuperatie nodig. Sandy Walsh is misschien niet de bekendste, maar sinds 2,5 jaar maakt hij deel uit van de A-kern van Racing Genk, al kwam hij nog te weinig aan spelen toe. Toch heeft hij een boodschap voor de jonge voetballers die deelnamen aan deze stage. Goed eten, goed rusten en van elke trainer dat je iets hoort, zo tips, allemaal bijhouden, want dat heb je allemaal later nodig als je in de grote wedstrijden gaat spelen. Een dag die afgesloten werd met de nodige handtekeningen, fotosessies en ga zomaar door. Voor zij die een leven als prof willen wagen, laten we het slotwoord aan Chimanga. Elke dat ze eerst veel plezier moeten hebben. Heel veel plezier op veld, zich amuseren. Daar begint het vooral.